Goedemorgen en welkom bij het weerbericht van Weerplaza.nl. Met name in het noorden en oosten van het land drijven verspreid nog wat wolkenvelden over. In de rest van het land komen brede opklaringen voor, maar vooral in de zuidelijke helft van het land is ook verspreid nevel en mist ontstaan. De nevel en mist gaan geleidelijk aan verdwijnen en de rest van de dag zijn er flinke zonnige perioden. Het wordt daarbij zo'n 23 of 24 graden in het noorden en 25 tot 27 graden in het midden en zuiden van het land. Er staat niet al te veel wind. Ook vanavond zijn er brede opklaringen. En aan het einde van de avond zou misschien lokaal weer wat nevel kunnen ontstaan. Maar voor de rest is het rustig weer, met halverwege de avond een graad of 20. Morgen hebben we opnieuw flink veel zon. Zelfs de wolkenvelden in het noorden zijn grotendeels verdwenen. En het blijft natuurlijk overal droog. Het wordt daarbij 26 tot plaatselijk 29 graden. En er waait een overwegend matige zuidoostenwind. Vrijdag begint de dag met geregeld zon, maar later komen er vanuit het westen wat meer wolken opzetten. En misschien dat in de westelijke provincies in de avond een enkele regen- of onweersbui kan vallen. Het wordt 27 tot 29 graden. In het weekeinde is de buienkans groter en wordt het geleidelijk aan minder warm. Ik ben Ben Langkamp van weerplaza.nl.